Eerlijk gezegd wist ik zelfs nog niet 6 jaar geleden, ik zit nog maar 6 jaar in de automobiel, wist ik nog niet wat een fleet manager was, 6 jaar geleden. Ik ben er een beetje in gerold. Maar als ik geen fleet manager zou geweest zijn, is denk ik iets in vastgoed, vastgoedmakelaar in die aard wel iets te melden dat je geïnteresseerd heeft. Ik zou zeggen momenteel wel. De situatie van een paar jaar geleden met nu is niet te vergelijken. Want de leasingmaatschappijen hebben ondertussen toch wel veel meer data over de EV's. Dus ik zie het wel de positieve richting uitgaan hoe meer wagens eruit vloot gaan gaan. Het klassieke antwoord, de laadinfrastructuur. Er worden heel snel heel veel stappen gezet. Dus ik denk dat dat wel snel zal evolueren. En ten tweede, hoe meer mensen er met elektrische wagens gaan rondrijden, hoe meer mensen zien rijden, iets doen rijden, denk ik dan.